Joachim, man van het licht, mag ik eens heel even iets vragen? Zou je het licht nog eens even terug kunnen aansteken? Alsjeblieft. Ja. En nu terug uit doen. En nog eens aan. Het werkt, hè. En terug uit. Voilà. Grote kans dat dat licht boven hier vandaan komt. AED. Goedemorgen. 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 Zeg, als ik nu mijn eigen festivalletje wil organiseren, moet ik dan hier zijn? Nee, absoluut niet. Wij zijn een bankier, dan moet je bij onze klanten zijn. Aha. Die hebben de technische faciliteiten voor dat te doen. Ja. Wij zijn enkel een bankier. En wat doen jullie dan eigenlijk? Korte termijn financiering en lange termijn financiering. Vergelijk het met een kaskrediet zoals de bank. Die geeft u geld voor een dag, een week of een maand. Die doen we met audiovisueel materiaal. Ook op lange termijn. Het financieren, het leasen. Dat kan van een vaste installatie zijn of een tijdelijke, zoals een festival. Ja, zeg, en al dat audiovisueel materiaal, staat dat allemaal hier? Nee, niet allemaal, maar toch een groot stuk. Het meeste staat op de baan en brengt geld op. Of in de buitenlandse vestigingen. Ja, want buitenlandse vestigingen, waar zitten jullie zo? Oh, we zitten in Parijs, we zitten in Londen, we zitten in Rotterdam. En we zitten in Frankfurt, iets voor Frankfurt. Ja, en waar zit je het liefst? Overal. Maar de wereld is eigenlijk van jullie, hè? Ik zie hier een fantastische toorts hangen. Wat is het verhaal daarachter? Oh, we hebben heel veel materiaal geleverd aan de Olympische Spelen. Mag je daar eens uitkomen? Ja, natuurlijk. Maar niet in brandsteken. Nee. We hebben heel veel materiaal geleverd aan de Olympische Spelen. Zowel in audio, visueel als in verlichting. En we vonden dat een heel belangrijk iets voor al onze klanten feitelijk een beetje een toorts te feliciteren met hun uitmuntende job dat ze gedaan hebben op de Olympische Spelen. Zeg, zullen we eens gaan kijken naar dat Absoluut. Materiaal? Absoluut, ik ga nu zelf laten werken. Aha, dat is goed. Het is wel indrukwekkend, ja. Absoluut, absoluut. Wat doen ze hier? Dit is het magazijn en de prepping zone van het magazijn. Hier doen ze ongeveer 15.000 shows per jaar. Wat zijn er hoeveel per dag? Oh, velen. Meer dan 50 per dag worden hier verhandeld. Ja. Dus materialen worden klaargezet. De klant komt met een vrachtwagen, wordt zo snel mogelijk ingeladen en de klant is weg. Ja. Dus gemiddeld staat een klant hier 20, 25 minuten in de laadkamer. En altijd met het juiste materiaal. Altijd met het juiste materiaal. The show must go on. Ja. Kan ik een eindje helpen? Absoluut. Wat wilt je doen? Vrachtwagen rijden, laden lossen? Laden lossen. Oké, laten we beginnen. Ik heb boterham gegeten. Dit is de luidsprekersstraat. Per dag komen er een 300-tal luidsprekers terug. Elke dag. Grote, klein. Elke luidspreker komt terug, wordt gekuist, wordt getest en wordt terug bijgeschilderd en in demostaat in stok gezet. Oh. We gaan nu lawaai laten maken. Hetzelfde systeem. En dan moet er een beetje tempo. Ja. Hier hebben we een probleem. Ah nee. En doe het ook. Is de grill proper? Die is ook proper. Ja? Die is ook goed, dank u wel. Voilà. En zo nog 196 te gaan. Maar dat mocht jij doen. Ja, dank u wel. Ruikt hier lekker. Ja, Katje, is de onderhoudsstraat van het licht. We waren juist bij het geluid, maar nu zitten we bij de lichtafdeling. Elke spot dat terugkomt van een show wordt hier gezet. Staat hier te wachten tot als één van de vijf ploegen tijd hebben voor een onderhoud te doen. Elke lamp wordt getest. Gekuist en gaat dan in stok. Ik wil dat de spots bewegen. We moeten zien dat ze niet kapot zijn. Ze bewegen, zeg maar. Voilà. Welke... En een kleur. De kleur groen. Voilà. Alsjeblieft. U bent klaar voor hier te komen werken. Ik had alleen een sollicitatiegesprek. Hoeveel kilometer staat er hier? Hier in deze vesting staat 15 kilometer thuis. Ja. En in de groep is er 80 kilometer in bezit. Van hier tot aan de Maar als dat thuis staat, dan breng je geld op. Hè. Nee. Moet buiten zijn. Ja, ja, het is goed. Allee, mannen, we zijn aan het luizen. Goed bezig. Je hebt nu gekuist. Je hebt nu getest. Je hebt geluid gedaan, licht gedaan, video gedaan. Nu moet je het laden en vertrekken ermee. Hè. Voilà. Leveren wat ik kan. Dat is goed. En mijn factuur sturen. Absoluut. Dit is de laatste. Ja, erin. Voilà. En dan kan het feestje beginnen, hè? Absoluut, absoluut.
Zet er veilig mee en doe de groeten aan de Nico. Dat zullen we doen. Kom in orde, bye. Bye bye.